Welkom bij weer een nieuwe aflevering Love, hashtag Kooi Dido Live. Vandaag de waterdichte kooizak. Ik ga hem demonstreren. Het is echt een must als kooi liefhebber. Het is een macht die niet ontbreken in je gebruiksvoorwerpen. Perfect om grotere vissen mee te vervoeren, transporteren. Maar ook als je vis in de inspectiebol wil zetten. Het is een mooi zacht materiaal, dus de vinnen kunnen niet beschadigd van de vissen. Het is een mooi donker en het is echt waterdicht. Ik zal het je laten zien. Ik hoop dat ik het een beetje fatsoenlijk op beeld kan krijgen. Maar het is echt ideaal gereedschap. Je zet hem in de bak. Trek zwaar. Zoals je ziet. Vol water. Zonder dat er maar ook een druppeltje water uitkomt. Ik zal je laten zien dat er water in zit. Je ziet het water eruit komen. Perfect. Perfect, origineel. KNS product, dus een Engels product. Eindelijk op de markt in een goede kwaliteit. En we zijn in het verleden ook wel gehad met een beetje blauwe. Die waren niet zo waterdicht. Dit zijn echt 100% waterdicht. Een diameter van 30 rond. 1,85 de sok lang. Mooi enig gedeelte is gaas, waardoor je ook het water kunt laten ontsnappen. Waardoor het veel makkelijker was. Maar echt het gedeelte wat echt perfect is, is de lange steel. De lange steel die zorgt ervoor dat je makkelijk bij de pijp kunt staan. Rechte rug, makkelijk kunt tillen. Makkelijk een boltje kan vullen met water. Daarna de vis scheppen. Je kunt er eind mee lopen. Bewijs van vanuit de vijf naar de quarantainebak of andersom. De vis is mooi rustig, zit erin. Kan zichzelf niet meer beschadigen. Veel minder stress omdat het een donker materiaal is. En zoals je net op het filmpje zag, is die echt gewoon waterdicht. Ja, ik denk voor die 75 euro dat het voor iedereen echt een hele goede verrijking is van je, hoe zeg je dat zo mooi? Gebruiksvoorwerpen bij je vijven. Een goed pannet en een goede sok en een goede waterdichte sok. Ja, ideaal. Dus wat in Japan gebruiken wordt erg veel. Ook altijd bij de vissenbollen, de boltjes mee te vullen en dergelijke. Daar gebruiken ze eigenlijk bijna geen gewone zakken meer. En ik denk dat wij daar ook naartoe gaan. Ik heb ze hier in de winkel bij alle bassins vernieuwd. Allemaal deze in gebruik genomen. Dus ook voor de huisbezoeken hebben we een waterdichte kooizak. Dus ik ben er zeer enthousiast over. Ik denk, laat jullie toch gewoon een blogje ervan zien. En ik denk gewoon echt kooiliefhebber, grote vis, kleine vis, maakt in feite niks uit. Als je gek bent met je vissen, schaf je zo'n eentje aan. En je zult echt het voordeel daarvan gaan zien. Je hebt geen vinnetjes meer scheuren, de vissen die veel minder klapperen. Dus ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad, aan deze informatie. Mocht je vragen hebben, mocht je er eentje willen, je kunt ons bestellen via, de bestelling natuurlijk doen via de app of via Facebook of mailtje sturen, maakt niks uit. Maar tot zover. Deze vlog, de waterdichte kooizak. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende!